Hallo lieve Ram, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 16, 15 tot en met 21 april. Dat is een algemene reading, alle vooruit wat je nodig hebt. Lieve Ram, wat is jouw hoofdthema voor deze week? En dan zie ik dat het belangrijk is om meer te gaan genieten. Het voelt alsof je dingen los mag laten, van je af mag gooien en ontspannen. En vanuit daar zeg maar dat je wel echt beter kan gaan genieten. We gaan eens even verder kijken, lieve Ram, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de Ram deze week verwachten? Oké. Dan zie ik eigenlijk ook dat het belangrijk is om echt van jezelf te houden. Ik zie dan ook dat je heel erg bezig bent om te kijken en te laten voelen wat je waard bent, maar ook wat je iemand anders gunt. En ik merk ook dat op het moment dat er even pauze is, dat je ook extra mag gaan genieten. Misschien heb je wel een aantal dagen vrijgenomen, waardoor je ook leuke dingen kan gaan doen. Maar het is heel dubbel, want op het moment dat je even de ontspanning opzoekt, je even de rust vindt, tegelijkertijd merk ik ook dat er een soort strijd kan opkomen. Een strijd in jezelf. Een strijd omtrent houden van jezelf, goed zijn. Een strijd waarin je veel in het denken kan gaan zitten. Dus de ontspanning is goed om dingen los te laten, maar daardoor komen er ook weer dingen aan het licht. Waardoor je dus echt in een dubbele strijd kan zitten. In jezelf, met anderen. Maar dat heb je nodig om daarna weer te focussen op je doelen. Sommige strijden hebben we nodig, hoe lullig het ook klinkt. Laten we eens gaan kijken naar een mooie boodschap voor jou. Durf het leven te vieren, durf te genieten, durf te ontspannen. Gebruik je kennis en wijsheid, want zo kom je verder. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Heb je behoefte aan een spirituele beurs? Zaterdag 25 mei is er een spirituele beurs in Lelystad. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.